Wat als alles wat je zegt ook letterlijk gebeurt? Oké, Rijn, ik heb echt een goede grap. Vertel. Waarom is het altijd stil in het huis van de slang? Geen idee. Omdat hij altijd zegt. Ik ga stil. Ik snap het niet. Serieus, praat ik koek of zo? Kan iemand het even uitleggen? De slang zegt st. Logisch. De aap uit de mouw. Zorg goed voor haar. Komt voor de bakker. Bonjour. Coulez vous me tout manger? Chocolade croissant. Chocolade croissant, oui. Avec caramel pistache. Ce n'est pas un hôtel ici. Het is hier zeker wel een hotel. Welkom bij Hotel Van der Valk. Wilt u inchecken? Kan ik uw koffers anders meenemen? Jullie hebben het echt niet op een rijtje, hè? Jawel hoor! Wat als baby's het land zouden besturen? Koera! Koera! De persconferentie begint. Hallo? Hallo, waar zijn jullie? Hallo? We zijn hier niet voor niks, hè? Een krukje graag. Help eens even. Koera! Koekera! Er moeten meer snoepjes komen. Hoezo willen jullie meer snoep? Google, Google. Omdat het lekker is. En hoeveel calorieën zitten er wel niet in dat snoep? Google. Sorry, de baby's hebben een middagdutje nodig. De persconferentie is geëindigd. Wat krijgen we nou? Wat als je op je eigen begrafenis kon zijn? Hoi allemaal, ik ben Barbara. Ik ben een best geliefde Anastasia. Niet meer. Ik wist nog dat ze kwam logeren met een teddybeer. En ze voelden ze zo lekker. Ik moest ervan kotsen. En we zouden gaan survivalen met insecten. Met jouw conditie? Ik had hem nooit alleen naar huis moeten laten gaan op het feest. Dan was hem nooit worden neergestoken. Neergestoken? En mijn mascara is niet waterproof. Wat als leerlingen docenten zouden zijn en docenten leerlingen? Hallo allemaal. Hallo, ik zit hier niet voor mezelf, hè? De absenties. Mevrouw Provoost? Hier. Mevrouw Wonderman? Hier. Mevrouw Rook? Mevrouw... Ja, je bent te laat. Ga maar een briefje halen. Mevrouw Oldhuis? Oké, de les vandaag gaat over TikTok. TikTok is een super creatieve app. Wat is TikTok? Dat ga ik dus nu uitleggen. Het is een super creatieve app. Telefoon. Ja. Ik snap het niet. Het is niet zo moeilijk, ik ben het aan het uitleggen. Het is een super... Hallo? Doe je dit thuis ook of zo? Thuis krijg je toch geen les? Saai. Hi. Zit je nou een krant te lezen? Nee. Geef maar hier. Oh, dat is mijn eigen mond. Kan je het even afpakken? Oh, dat is super. Wat als ruzie maken een sport zou zijn? Oké, loop naar het midden van de ring. Als ik start zeg, mag je beginnen. Start! Hey, klootzak! Hey, eikel! Ik heb 4 in de lessen! En jij bent er 5 van! Dat klopt niet. Dat klopt niet. Wel even blijven opletten. Probeer het nog een keer. Hey, klootzak! Hey, eikel! Ik heb 4 in de lessen! En jij bent er 3 van! Je moeder. Oh, laat de familieleden even buiten. Gele kaart. Hij gaat 100% zitten. Nee, sowieso gaat hij. Nee, hij gaat het. Ik ben hier, wat zeg je? Hij gaat ophouden. We proberen een ruzie te maken. Sorry mevrouw. Oké, probeer het nog een keer. Je broer? Is ook familie. Je oma? Nee, familie. Je hond? Is beter, maar de tijd is om. Tot volgende week. Volgende week. Ja.
Wat als Amalia boodschappen zou doen bij de Lidl? Nee, het is Lidl. Oh, dag Amalia, wat een eer hier te mogen ontvangen in de Lidl. Mijn medewerkers. Oh, ja, wij doen graag verder. Hi. Wat is dit? Nee hoor, deze heeft u niet nodig. Wat heeft u nodig? Ik ben op zoek naar melk. Dat is onze specialiteit. Kom maar mee. Kijk eens, een Lidl-tas voor u. Die krijgt u van mij hoor. Ja. Een soort melk. We hebben halfvolle melk. Ja. We hebben sojamelk. Ja. Karnemelk. Ja. En natuurlijk de beste van allemaal. Ons eigen huismerk. Ja, deze raden wij aan hoor. Die is echt heel erg goed. Oh nee, verkeerde muziek. Oh, oh, oh.